De regen kwam met bakken uit de lucht, maar toch wisten de eerste toeristen Kinderdijk vandaag weer te vinden. We hadden eigenlijk gepland 2 dagen geleden, maar toen bleek hij nog gesloten te zijn. Dus nou ja, 2 dagen later, dat was eigenlijk volgens de weerberichting de meest gunstige dag, maar dat viel zwaar tegen. We zijn voor het eerst hier op Kinderdijk en ja, het overweldigt je wel natuurlijk, al die molens. Dus ja, daar zijn we eigenlijk speciaal voor gekomen. Het is wel de moeite waard, zeker ook met dit weer. Wij varen nu op de boezem, tussen de molens, tussen de 19 molens van Kinderdijk. Vanmorgen zijn de eerste toeristen aan boord gestapt van het jaar 2021. En we hopen natuurlijk nog veel meer te kunnen ontvangen. Heerlijk, het is weer een nieuwe periode. Het was toch een periode van thuiszitten. En ja, bij de Albert Heijn kom je niet zoveel mensen tegen waar je een gesprek mee hebt, zoals hier over de molens. Het is goeie met de bootje varen en ja, de weer is niet lekker. maar ja, ik vind het prima. Gewoon lekker wandelen, misschien fietsen. Ja, het is voor ons een bijzondere dag. Vanaf vorig jaar maart ruim 9 maanden dicht geweest. Dat hakte natuurlijk in voor ons als stichting. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk dat we nu weer open gaan en dat we ook open blijven. Ik woon ernaast, dat weet je, en ik zie natuurlijk wel op dat fietspad zie ik toeristen lopen. Maar ik heb natuurlijk geen toeristen op de Molenwurf gehad hier. Dus dat is wel even, we hebben dat mooi weer even aan gaan wennen natuurlijk. Ja, in ieder geval. Ja, maar dan komen we weer. Het was wel lekker rustig. Het lesje wat jij zegt, ik durf het niet te zeggen. Vanaf vandaag zijn de molens weer dagelijks te bezoeken.